Hi, Oda. Hi. Welkom in Shampoo Planet. Jij komt hier wel vaker ook, toch? Ik laat mijn haar hier knippen door Philippe. Ja, nou die ken ik. Daar gaan we het nu verder helemaal niet over hebben. We gaan het namelijk helemaal over jou hebben, zo'n 45 minuten lang. Ik heb daar heel veel zin in en ik hoop jij ook. Zeker. Vertel, actrice, daar ben je eigenlijk het meest bekend mee. Waar kunnen we jou van kennen? Nou, ik denk dat de meeste mensen mij kennen van de politieserie Flikker Maastricht, waar ik een van de vaste personages ben, Marion Dreesen. En dat is nu al zo'n 14 of 15 seizoenen, 15 seizoenen lang. En in elk seizoen doe ik mee. En verder doe ik naast die televisieserie, dat is ongeveer 4,5 maand per jaar, speel ik toneel. En daar zouden mensen me ook van kunnen kennen. Nou, dat is niet het minste, Flikker Maastricht, denk ik. Hoeveel kijkers is dat ongeveer per aflevering? Volgens mij zo rond de 2 miljoen. 2 miljoen per aflevering? Inmiddels, hè? Ja, denk ik wel. Zo, dat is inderdaad niet niks. Nou, is dat volgens mij heel sterk, want ik heb het ooit wel eens gezien, maar dus niet vast te kijken. Maar goed, ik vind het alleen maar leuk, want dan ga ik er nu heel veel over leren. Laten we helemaal teruggaan. Geboren in Utrecht. Ja. Vader en moeder deden iets heel anders, maar volgens mij was je vader wel geïnteresseerd in... Ja, mijn vader was amateurspeler in Zeist, bij een toneelgroep. En ik denk dat ik 8 was toen ik mijn vader voor het eerst toneel zag spelen. Françoise Sagan, Het flauwgevallen paard, heette dat stuk. En mijn vader was een bedrogen echtgenoot. Hij smierde ontzettend. Dat was... Ik zou zo zelf nooit durven spelen, maar ik weet nog wel dat ik bij het applaus helemaal ontroerd was en dat ik dacht, oh, wat mooi, dat wil ik ook. En toen was ik 8 en toen wilde ik dat zo lang, dat toneelspelen, dat mijn vader, die eigenlijk toneelspeler had willen worden, die was daar zo enthousiast over, dat het niet meer mijn idee was, maar mijn vaders idee. Dus toen heb ik rond mijn 16e nog een tijdje gezegd dat ik rechten ging studeren. En dat heb ik niet gedaan. Uiteindelijk ben ik om mijn 18e naar de toneelschool gegaan. In Amsterdam, hier vlakbij, op de Keizersgracht. En is dat de toneelschool in Amsterdam? Of ja. Op je 18e al? Volgens mij is dat heel jong. Ja. Toch? Zeker. Ik was nog nooit met iemand naar bed geweest. En dan moest ik abortussen spelen en hele ingewikkelde dingen. En vond heel lastig. Dus dat hebben we allemaal in het eerste jaar heb ik het allemaal ingehaald. Geen abortussen overigens, maar wel... Gelukkig, dat laten we links liggen. Ja, levenservaring opgedaan. Nee, het was heel jong. Ik was 23 toen ik er vanaf kwam. Zaten bij mij mensen in de klas, die waren 26. En als we dan s'avonds na de les gingen we nog wat drinken. En dan zei iemand wel eens, moet jij nog niet naar bed om te slapen? Echt zo piepjong, zag ik eruit ook. Ja, nogal. Maar je zei over je vader, hij wilde eigenlijk altijd acteur worden. Waarom is dat niet... Waarom is dat niet gelukt? In die tijd was dat denk ik anders. Bovendien had hij 2 tweelingen, 4 kinderen. 4 kinderen? Ja. Zo. Dus... En 2 tweelingen, dat is niet niks. 1 eier? Nee, allemaal 2 eier. 2 eier, oké. Okay. En dat ging in die tijd helemaal niet. Hij moest gewoon zijn geld verdienen. Dus dat deed hij... Dat was gewoon een droom die niet meer waar te maken was... En toen was gelukkig daar een van zijn kinderen en die ging dat wel doen. Ja. En toen vanaf je 18 tot 23, het theater en sowieso acteren staat er niet per se onbekend dat je daar heel erg veel geld mee kan verdienen. Hoe deed je dat dan toen destijds om überhaupt rond te komen op zo'n jonge leeftijd? Na school bedoel je? Ja. Nou, Want woonde je toen thuis of... Nee, toen ik naar de toneelschool ging, toen ging ik in Amsterdam hier wonen. En toen kreeg ik geloof ik een beurs. En na school heb ik eerst 2 jaar, toen mocht je nog af en toe toneel spelen met behoud van uitkering. Dus dat heb ik de eerste 2 jaar af en toe gedaan. En daarna ging het eigenlijk allemaal vanzelf en heb ik altijd werk gehad. Tot dit jaar. Tot nu. Ja, daar gaan we het straks natuurlijk ook nog even over hebben. We gaan eerst even de hele opbouw. Dus, en dat was weliswaar niet veel wat je verdiende, maar genoeg. Ik had ook niet zoveel nodig. En ik vond dat toneelspelen echt wel het allerleukste wat er was. Dus je bent er altijd mee bezig. Dus
echt veel tijd om geld uit te geven heb je ook niet. En toen ik wat ouder werd, toen dacht ik wel, goh, ik zou ook wel eens een koelkast willen kopen. Weet je wel, zoals vrienden van mij er allemaal nieuwe dingen kochten. En toen ging ik een serie doen en nou, kon ik een koelkast kopen en mijn rijbewijs halen. En, want de televisie, dat is wel iets beter betaald. Maar nogmaals, ik heb nooit voor het geld iets hoeven doen, eerlijk gezegd. Wat, dat is een gelukkige positie, maar dat volgens mij, of misschien 1 of 2 keer wel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, het is te overzien. Ja, dus je kon zeker in ieder geval je droom naleven. Ja. Oké, helemaal terug. We waren van 18 tot 23, theaterschool. Hoe was dat? En eigenlijk helemaal toen je er net van afkwam. Je gaat audities doen. Hoe gunnen mensen elkaar iets? Is het moeilijk? Ben je vaak afgewezen? Neem ons even mee in die eerste ervaringen daarin. God, ja, ik denk dat ik wel geluk heb gehad, eerlijk gezegd. Dus na school kwam ik gelijk bij 2 of 3 regisseurs terecht die mij elke keer terugvroegen. Maar als je het hebt over afgewezen worden, ja, dan moet je wel tegen kunnen. Want het is sowieso al een vak waar daar zit een vernederend kantje aan. Dat ze niet iedereen je altijd wil, zal ik maar zeggen. Ja. En ook met dingen qua uiterlijk. Bedoel, jij hebt natuurlijk mooi rood haar. Dat is ook een tekenend iets dat niet in iedere rol. Nee, het is, nee, dat kan in je voor- en in je nadeel werken. Dus na school heb ik eigenlijk eerst een paar voorstellingen gedaan. En toen werd ik telkens teruggevraagd. En toen kwam ik bij de Toneelschuur in Haarlem. Werd ik vaak gevraagd. En zo rolde ik eigenlijk van het een in het ander. En daar heb ik heel erg geluk mee gehad, denk ik. Dus het klinkt eigenlijk echt als onwijs succesvol. Nou ja, dat is zo. Het klinkt maar heel, heel gemakkelijk. En niet zonder weinig tegen, met veel tegenslagen bedoel ik. Jawel hoor, nee, die heb ik ook zeker wel gehad. Ja. Wat was dan het eerste echte waarvan je dacht, zo, dat was toen ik echt even mezelf in de spiegel aankeek. Ik dacht, dit is pittig. Dit vind ik moeilijk. Nou, toen ik bij een bepaalde voorstelling werd gevraagd voor de bijrol. En die wilde ik niet. Ik wilde de hoofdrol. En toen had ik gezegd van, nee, ik wil die rol niet, ik wil die rol. En toen zei die man, nee, die krijg je niet. En daar ben ik echt 6 weken ziek van geweest. Waarom deed dat zoveel pijn? Was dat was niet zo beroemd genoeg. En ik dacht, dan blijf ik hangen in een bepaald soort rollen. Dan zit ik nu al tegen mijn glazen plafond aan. Daar vind ik nog, ben ik te jong voor om te denken van, nou, daar zit er geen enkele ontwikkeling meer in mij. Hoe oud was je toen dit gebeurde? Denk 43 of zo. Maar ik heb toen die hoofdrol toch gekregen. Oh. Dus het is, wacht even, we zijn weer terug op het succesvolle pad. Nee, helemaal toch niet. In de pocket. Nee, helemaal niet. Maar het is wel, ik moet er hard voor werken. Het is niet dat alles maar zomaar in mijn schoot geworpen wordt. Ik heb toen moeten zeggen, nou, dan doe ik niet mee. En ben ik, nou, echt 6 weken, als ik ging hardlopen, kon ik wel janken. Zo kwaad was ik. Ja. En teleurgesteld. Maar uiteindelijk had die regisseur, die heeft toch nog om mij gevraagd. En die schrijver heeft dat een beetje doorgeduwd. En toen kreeg ik toch. Dus, maar je moet er heel hard voor werken soms. Tenminste, andere mensen misschien niet, hè. Die, ik heb, maar ja, ik hou ook niet zo van je profileren als, ik ben zo tekort gedaan. Daar hou ik niet van. Bij mij is het glas altijd half vol en nooit half leeg. En als we praten over het harde werken, in wat voor een, is dat veel tijd erin investeren? Zijn dat heel veel dingen laten? Kan je normaal leven, wat is normaal leven als zijnde, zoals de meeste mensen leven met een 9-tot-5 baan bijvoorbeeld, kan je zo leven als actrice zijnde? Soms, soms ook niet. Ik heb een zoon van nu 25 en dat heb ik eigenlijk alleen maar zo altijd kunnen werken, maar omdat mijn man, die is fotograaf en ging toen op de fotoacademie als docent werken, die heeft dus wel een stapje terug gedaan. Dus hij moest niet per se inleveren, misschien is dat een groot woord, maar hij heeft een andere move gemaakt wel. En ja, er is inderdaad 5 keer per week de deur uit om 3 uur, omdat je altijd in de file zit. Is niet altijd leuk. En
En voor in de file, is dit voor Flikker maar Streeks? Voor voorstellingen. Okay. Want meeste tijd besteed je toch aan toneel. En je begint met de repetities en dan moet je een rol goed zien te krijgen, te pakken zien te krijgen. Nou, en dat lukt al niet altijd. Je krijgt kritiek, daar moet je maar tegen kunnen. En dat heb ik echt moeten leren. Is dat kritiek binnen überhaupt het hele repetitieproces? Ja. Dus ook van elkaar kritiek? Ja, en van de regisseur, die zegt, je doet het niet goed. En dat is soms best lastig. Maar hoe is dat om daarmee om te gaan met in zo'n groep? Want ik denk dus, zoals jij net al het voorbeeld gaf, dat jij een rol wilde. Hmm. Neem ik aan dat dat ook vaak genoeg bij anderen tegenover jou bijvoorbeeld is geweest. Hoe bedoel je? Dus dat zij eigenlijk een rol wilde hebben of iemand een rol wilde hebben die jij had. Ja. Hoe is dat onderling? Hoe is dat? Ja, dat zeg je wat. Haat en nijd? Kunnen mensen er weer overheen komen? Helemaal niet? Haat en nijd is een groot woord, maar het is ook wel eens gebeurt dat ik inderdaad een rol kreeg en dat iemand anders dat wilde hebben. En dat voel je dan wel. En dat is best nog wel lastig soms. Lijkt me heel lastig om dan toch. Ja, maar nog... ik vind ook, het is dan aan en aan mij en aan die ander om daar overheen te stappen om een goede voorstelling te krijgen. Want ik heb zelf ook wel eens gehad dat er iemand anders die rol stond te spelen waarvan ik dacht, die had ik willen hebben. En ik had ook beter gedaan, dacht ik dan ook nog. Maar ja, ik had hem niet gekregen, dus ik moest er maar mee dealen gewoon. En dan kan je elke avond kwaad naar die ander gaan zitten kijken. Maar dat heeft niet zoveel zin. Maar het is, soms... En je moet dan je ego aan de kant zetten, wat dan lijkt me best wel pittig is. En soms krijg je wel iets wat je heel erg hoopte en dan bak je er niks van. Dat kan ook nog, weet je wel. Het is want dan kan je teleurgesteld in jezelf raken. En dus dat lijkt me ook nog erg ingewikkeld. Want zoals je net al zei, het een rol niet goed kunnen pakken. Dus je hebt keihard genoeg voor die rol. Ja. Hoe voelt dat? Hoe is dat dan, om heel even maar zo te zeggen, met jezelf in één lichaam te zitten en te denken, ik heb hier heel hard voor gevochten, ik heb het gekregen en het lukt niet. Ja. Hoe voelt dat? Nou, dat is afschuwelijk. Ik heb wel eens... En hoe kom je daar overheen? Dat is nog wel belangrijker. Hoe kom je daar overheen? Ik heb bij ooit een stuk gedaan en ik kwam er echt niet uit. En welk stuk was dat? Dat was Romeo en Julia bij Ivo van Hoven. En ik had toen, niet de minste regisseur overigens. En ik had toen al eerder met hem gewerkt, Koppen. Dat was een heel leuke voorstelling. En ik kwam er gewoon niet uit. En eigenlijk ben ik er die hele periode niet uitgekomen. En elke keer als ik opging... Nou, ik weet nog wel, het was voor de generale... De generale repetitie waren we toen al. Je was er nog steeds niet uit. Nee. Je zat nog steeds ook in... Ik ben er nooit uitgekomen. Ik was misschien niet de goede vrouw voor die rol. Of weet ik veel wat. En hoe zeg je dat dan tegen zo'n regisseur? Want het is nogal een naam. Ja. Wat zeg je? Nou, wat zegt hij? Dat was het. Hij zei, het is niet goed. Wat zei hij? Ja, maar zelfs dus met want dat lijkt me heel, dit lijkt me heel, heel heftig. Ja. Zelfs met de generale repetitie. Dus je weet dat je binnenkort, sta je op het toneel, staat het publiek naar je te kijken en het is niet goed genoeg. Ja. Wat dan? Dan, ik weet nog dat ik op het dat ik naast het toneel stond en op de generale moest iedereen... Ja, dit is echt mijn grootste trauma, hoor. Stond iedereen moest terugkomen vanuit het café al van we gaan even al Oda's scènes repeteren, anders is het morgen geen première. Nou, het was... Al jouw scènes. En wie speelde jij in dit... Het was Romeo en Julia en ik speelde de moeder van Julia. En achteraf lach ik erom, hoor. Kan je nog heel eventjes voor de scènes induiken? Want ik vind het bijzonder interessant. Even, wat was die rol precies? Wat... Het was een hele ijskoude... dat weet ik dus niet. Want... Zelfs dat weet je niet. Ik ben er niet ooit uitgekomen. Kom op. Nee. Echt niet. Ik deed het ook niet goed. Ik kon niet tegen de kritiek. Maar ik deed ook s'avonds een andere rol. En ik had ook nog een rol in een film. Ik had me gewoon te veel hooi op mijn vork genomen. Ivo zei, ik kan het niet. En ik dacht ook, nee, ik kan het inderdaad niet. Ik ben er gewoon nooit uitgekomen. En toen moest je dus... Vlak voordat je dat jullie op moesten, gingen jullie nog even al jouw scènes door. Ja, nou, ik kon wel janken. Ja. Ik weet niet, maar het lijkt me ook heel heftig voor dan juist ook weer voor je zelfvertrouwen. Ja. Dat je daarna voor moet gaan spelen. En dat het eigenlijk alleen maar is, het is slecht, slecht, slecht. Ja, ik dacht alleen maar, ik weet nog dat ik er stond en moest ik dan opgaan. Want we gingen alle scènes repeteren.
nu snap ik het, want hij vond het niet goed, dus dan moet je gaan repeteren, klaar. Maar ik dacht alleen maar dat ik kan dit niet zijn. Ik kan dit niet zijn, want ik wist niet hoe ik hiermee moest omgaan. Dus net als ik ben ooit een keer gevallen en toen dacht ik... Op het toneel gevallen? Nee, gewoon op de fiets, maar okay. Toen dacht ik ook, het kan niet erg zijn, want ik heb nooit iets. Zo, ik blokte gewoon dat ik een ongelofelijke loser was even op dat moment. Maar ja, het was ook wel leerzaam. En ik weet ook nog dat Ivo van Hoven op een gegeven moment tegen mij zei... Ja, jij kan niet tegen kritiek. En toen zei ik, dat is niet waar. Direct in de verdediging, hop. Ja. Ja. Maar ik heb er ook iets van geleerd. En dat is misschien nog wel het belangrijkste. En we hebben het ook weer goed gemaakt dat jaar daarna. Ja, god, we hebben niet veel. Hoe was dat nog even? Want je ging uiteindelijk wel die rol spelen. Er stonden voorstellingen gepland, neem ik aan. Avond aan avond te ploeteren. En hoe lang? Hoe ben je deze maanden, weken doorgekomen door keer op keer die rol te moeten spelen die je niet lag? Ja. Je bent er doorgekomen. Ja, verdoofd tot het de laatste keer was. Ja. Nee, ik heb ontzettend mijn best gedaan om links om rechts om te blijven zoeken. Soms was het misschien dan wel goed. Ging mijn vader ook nog dood in die periode. Het was afschuwelijk. Oh, het was alle ellende kwam in één keer. Het was en jij niks. Moest die ellendige rol van die ijskoude vrouw ook nog blijven spelen. Ja, die of dat het was ijskoude vrouw. Dat weet ik dus ook niet. Nee. Tot de dag van vandaag is dat nog steeds onbekend. Of volstrekt onduidelijk. Hoe voelde dat je... Want je leeft naar een laatste voorstelling toe, terwijl je normaal daar juist niet naartoe leeft, neem ik aan. Of misschien op een andere manier leef je er naartoe. Toen was ik echt blij dat het afgelopen was. Maar ik vind het, ik ben een van die mensen die bijna altijd leuk vindt als het afgelopen is. Een reeks voorstellingen. Ja, dan denk ik er met heel veel plezier aan terug, maar dan wil ik wel weer iets nieuws doen. Ja. Dat is dan, en eigenlijk wilde ik hier later over gaan praten, maar ik moet deze nu pakken. Dat is dan toch wel uniek dat we nu 15 seizoenen Flikken Maastricht verder zijn. Ja. Waarom blijf je dat dan wel doen? Is dat met zekerheid te maken? Ja, of? Nou, dat zal vast ook wel meespelen. Maar het is maar een paar maanden per jaar. Hoeveel maanden per jaar ben je daarmee bezig? 4,5. Nou, is toch wel dik 1/3. Ja, maar ik ben er niet de hele tijd mee bezig. En het is gewoon zo'n leuke club. Het is echt een heel leuke club mensen, die technische de crew. Ik heb het daar ongelooflijk leuk. Ik voel me heel geliefd als ik daar kom. Iedereen, hey, heb je Oda? En, krijg je ook wel natuurlijk, na nu 15 jaar dus. Ja, en ik mag sinds een paar jaar ook regisseren daar. Je hebt wat ik kon vinden is 1 aflevering heb je geregisseerd. Je hebt nu 3 afleveringen gedaan. Okay. Ja. Dus dat is ook dat je... En ik ben altijd overal weggegaan. Dus ik ben 1 keer eerder heb ik vast in een toneelgroep gezeten, Oostpol. Ook heel bekend trouwens. Ja, maar aan het begin was ik. Ja. Toen ben ik na een jaar ook weggegaan, omdat ik dacht... Ja, ik vond me zo opgesloten. En ik vond ook wel dat je... Ik vind het ook leuk om te ervaren dat je iets met mensen opbouwt. En dat heb je dus nu heel erg. Ja. Met als je zoveel jaar... Ja. En in vergelijking met theater en tv, want dat is heel verschillend. Heb je er één die je denkt, dat vind ik leuker? Of het toneel? Ik heb heel lang theater toch leuker gevonden. En nu vind ik het alle twee even leuk. Ja, dat kan. Dat kan zeker, absoluut. Ja. En waarom vond je dan theater in eerste instantie, had je daar meer mee? Ja, en ik vond me daar zekerder. Ik vond gewoon... je wil niet weten. Komt dat door het publiek? Nee, ik had het toch gewoon meer gedaan. Dus de eerste aflevering van Flikken, als ze zeiden actie, dan ging mijn hart tekeer. Zo eng vond ik het in het begin. Ik vond het echt heel spannend. Het is ook toch wel een andere techniek. Ook al zeggen mensen, het spelen is hetzelfde, maar dat is toch niet helemaal waar. Waar ligt het grote verschil in? Waar ligt het verschil in? Ja... dat je leert dat de camera je tegenspeler is ook. En dat de crew heel dicht op je zit. En in een zaal zit iedereen op afstand en nu zit iedereen... Je bent gewoon maar één van de onderdelen. En op het toneel ben je, als het voorstelling is, ben je toch wel de belangrijkste. Heb je volledig grip op wat je daar staat te doen. En bij televisie... Ben je gewoon, is het licht net zo belangrijk eigenlijk als ik? Dus je bent maar een klein spelertje. Niet klein, maar
natuurlijk wel heel... Een schakel in het geheel. Is dat misschien beter verwoord? Ja. Dat ben je dan meer. Ja, dat voelt wel zo, ja. Ik bedoel, je moet soms ook zo gaan staan, zodat je goed in het licht staat. Dat doe je dus samen. En op het toneel doe je het ook samen met je tegenspelers. En wat ik ooit geleerd had, is na een tijd hoor, pas, dat dus de camera misschien wel je tegenspeler is aan wie je dingen laat zien die je niet aan je tegenspeler. Ik heb hem dus geleerd om die als een tegenspeler te zien. En dus daar ook in de cameraman heel erg te vertrouwen. En, dus dat speelt dan ook nog mee, dat je eigenlijk een relatie hebt met de cameraman? Geen relatie, maar dat denk ik wel. Dat cameraman, die zit zo op je huid, die ziet alles van jou. En ook als je nerveus bent of als je het eigenlijk... iets niet goed begrijpt, dan zegt hij, moet je niet even zo of zo? De cameraman Willem, die kan dit heel charmant zeggen, maar ook heel bot. Waar heeft hij nou te doen? Zo. Maar dat is wel... Ja, is een cameraman dan ook tegelijkertijd een beetje een regisseur? Kan dat op dat soort momenten? Ja, dat zou je... misschien wel, ja. Ja, ik heb wel eens gehad dat een regisseur... één keer voorgekomen of zo, niet zo vertrouwde. En dan dat lijkt me ook heel ingewikkeld, als je die klik niet hebt. Ja, moet je op je eigen kompas varen. Want was dat, als we het even over het grote trauma hebben, Romeo en Julia, was dan was dat toen met Ivo van Hoven, vertrouwde je hem wel? Ja. Ja, maar ik vertrouwde hem wel. Maar ik vond... Ik zat niet lekker in mijn vel als iemand zegt, nee, je doet het niet goed. Daar ga je niet leuk van spelen, zal ik maar zeggen. Dus je hebt één keer gehad met een regisseur waarbij je die klik minder had? Ja, nou, het is goed gekomen. In die zin, een paar jaar daarna vroeg hij me voor een rol in Duitsland... die ik in Nederland gespeeld had in die koppenvoorstelling, Faces. Die deed hij in Hamburg toen. En die vrouw die dat deed, die ging door de rug of zo en kon niet spelen. En toen kon ik 4 dagen voor de première vroegen ze, wil je dit in Duits komen spelen? Ik wil net vragen, dit moet je dan even in het Duits gaan doen. Kon je al Duits? Ja, wel, maar van de zenuwen ging ik echt wel. Soltes toe, dat is best. Echt, was het los. Rudy Karel, ja. Dus, maar ik heb dat wel goed gedaan. En dat was goed, want dat was nog altijd een pijnplek. Die mislukte rol van mij daar. En toen kwamen we elkaar weer tegen. En toen deed ik het gewoon goed, binnen 4 dagen in het Duits. Dus ik kon dat ook wegzetten. Ik kon dat ik eigenlijk ook een beetje kwaad op hem was. Want je was ook niet aardig tegen mij. Weet je wel? Dat kon ik gewoon weggummen. Dus dat is in die zin heel goed afgelopen. En nu ben je dus ook zelf gaan regisseren. Hoe is dat? Of vanuit een heel ander punt? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Want je schrijft het niet zelf dan. Hè? Nee, dus de scènes die zijn geschreven. Ja. Jij gaat dit... neem ons maar even mee anders. Gewoon in het... Hoe gaat dat? Ik vroeg, mag ik er ook in regisseren? Dat vroeg je gewoon? Ja. Dat vind ik wel weer leuk. De cameraman zei, waarom doe jij dat ook niet eens? En toen dacht ik, kan ik nooit. Maar op een gegeven moment dacht ik, waarom niet? Dus toen ging ik vragen en toen mocht het. En dan krijg je een script. En dan ga je locaties zoeken en zo. En, maar... Niemand legde mij precies uit wat je moest doen. Ik moest het allemaal wel vallen en opstaan leren. En je mag over alle vlakken nadenken. Je mag denken over wat voor een locatie. Je mag de scènes, die kan je zo veranderen dat je denkt, dan is het beter. Je hebt best veel invloed in dat beginstadium. En, hoe lang ben je bezig met zoiets, met 1 aflevering? Regisseren? Ja, ik was eindeloos mee bezig, maar ik denk niet dat... Helemaal als je eerste keer dat natuurlijk, dan in detail ga je. Dat probeerde ik, maar ik kwam elke keer, werd ik weer verrast. Doen ze dat zo? Ik kom natuurlijk wel in een crew die mij heel erg ter wille was. Want hoeveel jaar zat je er toen al in? Ik denk 10 of zo. Oh, dus dan heb je wel echt een goed warm bad. Ja, heb absoluut. Heb je wel een soort familie om je heen staan? Als ik 3 keer per dag was flauwgevallen, dan hadden ze het ook wel gered, zal ik maar zeggen. En gelukkig niet gedaan, maar het was wel, ik weet nog, op een gegeven moment vroeg die opnameleider van, daar wil je dit of dat? En dan zei ik,
ik had geen idee wat hij bedoelde. En zei ik... Ging je bluffen of zei je eerlijk, nee, ik weet het niet? Ik dacht, nou, ik heb wel een paar keer, ik weet het niet gezegd, maar je kan dat ook niet vaak zeggen natuurlijk. Dus op een gegeven moment zei ik, nee, doe maar niet. En ik weet het daarna nog. Dat je gewoon even... Geen idee. Ja, prima. Maar ik dacht later dat meer mensen zaten te bluffen. Namelijk, een opnameleider vroeg, is dat klaar? En die zei toen, ja, dat is klaar. En toen liep hij weg, zei hij, oh, dat vraagt of het... Weet je, dus het is... Dat is toegestaan, een beetje bluffen. Het mag wel. Ja, maar goed. En iedereen vangt elkaar ook wel een beetje op daarin. Ja, maar je bent dus, als je een rol doet, dan denk je alleen maar over je rol en je scènes. Dat is ook wel heel erg leuk, hoor. Maar voor de rest van de tijd zit je te wachten. En nu moet je over alles nadenken. Over het spel en over de shots. En daar schiet ik ook nog best tekort in. Maar dat leer ik al wel. Ja, het is gewoon ongelooflijk leuk om te doen. Dat Want ga je zelfs tot editen nog verder? Je hebt een man die dat al jaren doet. En, ja, exact. Je hebt wel iemand, niet dat jij ineens daar ook nog achter moet zitten om het allemaal te gaan doen. Nee. De hele color grading en zo. Nee. Maar die maakt dan een soort eerste edit. En dan ga je daarna met hem 3 dagen zitten om er nog... Nachtwerk of valt dat mee? Nee, dat is volgens mij allemaal... Die mensen die zeggen gewoon, jongens, het is 6:30. Ja, tenzij er echt rampen gebeuren, maar dat is niet gebeurd, gelukkig. Nee, dat scheelt. Ja. Misschien een beetje, ik kan ergens wel het antwoord invullen, maar ik ga hem toch stellen. Regisseren of acteren? Nee hoor, ik vind helemaal niet dat ik hoef te kiezen. Ja, dat is ook een heel goed antwoord, nee. Inderdaad. Nee, ik wil het liefst alle twee. Maar als ik nu, kijk... Nee, ik wil het alle twee wel, maar ik zou wel graag nu me meer bekwamen in het regisseren, omdat ik dat... minder goed kan nog. En het is gewoon heel erg leuk om iets te leren, iets nieuws te leren op je vijf. Uitdaging. Ja. Ja. Dus niet te denken, nou, dit weet ik al, of iets voor de zoveelste keer te doen, maar gewoon iets nieuws te leren en dan te denken, iets te grijpen wat hoger is dan je eigen, dat boven je macht ligt. Dat vind ik leuk. Want is dat dan niet zo dat je, als je al zo lang een rol speelt, dat je dat mist? De uitdaging, ja, in zo'n rol? Ja, natuurlijk wel, ja. Nou, je moet het wel weer opzoeken voor jezelf, zeg ik dan wijselijk. Maar dat is wel... De uitdaging is om er een uitdaging in te blijven zien. Ja, exact. Hoe doe je dat? Ja, heel hard werken en kritisch zijn op de script. Zodat je niet denkt, dat vul ik wel even in of zo. Want dat is natuurlijk linkersoep, dan gaat het ook zeker fout, denk ik. Dus je kan ook gewoon zeggen, als jij een script... Zeg je dat ook dus, dat als je een script niet goed genoeg vindt, zeg je dat? Ja. Zeg je, ik mis hier. Ja, ja, dat is het enige, ik word nooit boos, maar dat is het enige moment in de serie, als het echt slecht is, dan kan ik wel... Je vraagt eerst van, hé jongens, kunnen we... Maar dan kan ik ook wel, dan ben ik in... Maar dan kan je wel gewoon pissig worden. Ik ben denk ik, in die 14 jaar ben ik wel 2 keer echt woedend geweest, ja. Waarom was dat? Omdat het zo slecht was. Omdat het echt slecht was. Vond ik. En wat was er dan slecht aan? Was het plat? Was het... Nou, god, ja, niet goed uitgewerkt. En als je dat dan een keer of 10 voorzichtig gevraagd hebt, of voorzichtig niet, maar rustig, dan kan het wel eens gebeuren dat je uit je slof schiet. Ja. Zit je dan aan tafel met elkaar? Ja. Oké, dus dat is voor je überhaupt gaat spelen, neem ik aan even. Niet dat je tijdens de camera zegt, dit is belachelijk wat we aan het doen zijn. Nee, maar je ziet het namelijk altijd terug. Als je er niet streng op bent, dan zie je later terug. Moet je naar kijken, joh. Heb je dat wel eens gehad? Ja. Ja? Zeker, kijk, moet je dat nou zien lopen? Ik weet zelfs dat de cameraman een keer zei tegen me, wat staan jullie nou suf bij, joh? En dan dacht ik, ja, dat is waar. Want het is gewoon, ik weet niet wat ik nou nog zou gaan spelen. Nou... Dus moet je nog kritischer zijn van tevoren, zodat je dat niet op die set staat te klungelen. Heb je wel eens aan stoppen gedacht? Ja, eigenlijk vanaf het begin dacht ik elk jaar, denk ik, ga ik nog door of niet? Echt waar. Ja. En nu, 15 jaar verder, ben je nog wel dat je denkt... Nou ja, weet je, nu is het... Nu heb ik zo vaak gedacht, ik wil stoppen... Ik kan me nu niet voorstellen dat ik het in de steek laat. Nu is het zo'n familie geworden. Dat ik denk, ik wil ook wel eens een keer... Kijk, hoeveel seizoenen kan dat nog? Maar dat denk ik ook al 4 jaar, hè? Maar... Ik denk dat iedereen dat denkt. Ja, ja. Maar nu is het gewoon familie. Nu zou het voelen alsof ik het in de steek laat. Maar
Goed, ja, je weet het nooit. Ik bedoel, er kan van alles gebeuren waardoor je denkt, nee, dus ik kan niet in de toekomst kijken. Dus. Waarvoor zou je stoppen? Als ik ziek word, of als mijn man ziek wordt, of als ik... Maar niet carrière, als je een bepaalde rol... Als ik er ongelukkig van word, als ik het niet meer leuk vind. Dat is het, eigenlijk de enige reden om te stoppen, als ik er geen bal meer aan vind. Dan is het, en na 15 seizoenen, dat is complimenten naar Flikker Maastricht. Maar het is echt waar. Maar het is ook, sommige dingen, kijk, dat toneel, dat is elke keer nieuw. Ja. Maar, en dit is, ja, het is wel één rol. Maar het zijn toch wel elke keer weer andere facetten proberen we te zoeken. En het is gewoon heel erg leuk om met een groep mensen, waarvan je bijna iedereen heel graag mag, iets te maken wat, waarbij heel veel mensen naar kijken en er blijkbaar plezier aan beleven. En ja, dat is toch een soort van yes, weet je wel, dat je dat met z'n allen doet. Want het is onder enorme tijdsdruk. Het is echt wel heel heftig werk. Als ik 4 dagen daar weg geweest ben, dan ben ik altijd kapot. Want je loopt dan met je bent 4 dagen per week bezig. Nee hoor, want soms, ik doe er maar ongeveer 30 draaidagen is het. Hè? Dus ik ben er helemaal niet altijd. Dus dat valt, ja, dat valt eigenlijk in die 4,5 maand redelijk mee. Ja. Mits je nog afleveringen regisseert, dat lijkt me dan weer een ander verhaal. Ja. Maar dan moet je misschien ook jezelf wel eens regisseren trouwens. Ja, dat is lastig. Hoe doe je dat? Ja. Camera? Ja, dan vraag ik aan de cameraman of aan mijn tegenspeler of... En dat is ook een beetje lullig om daar tijd voor te maken, denk ik dan. Probeer maar om een gevoel te doen. Ik krijg even een klein ding binnen. Ja. Was nu zo'n stilte. dat ik dacht, ik zeg het even, anders dan denken mensen, nou, dit is heel raar. Dan, dat wil ik weten. Ja. Als je naar theater en televisie kijkt, is de ene groep warmer dan de ander? Je bedoelt, heb je... Is dat hartelijker? Is dat... Het verschil tussen televisie en... Nee. Het zijn allemaal... nee hoor, ik vind dat allemaal even... Dat is wel hetzelfde. En als er, nou, ik zeg maar iets, dat is heel menselijk, relaties onderling, hoe is dat? Gewoon dus liefdesrelaties? Oh, god, ja. Kan dat? Ja hoor. Dat kan, denk ik. Want je bent natuurlijk heel intiem met elkaar. Maar hoe is dat op zo'n set? Heb jij dat zelf wel eens meegemaakt? Of? Nee, niet op de set. Nee hoor. En kijk, ik ben vanaf mijn 28ste met één man getrouwd. Oh, dat is een hele lange tijd. Ja, dus zelfs als... Als ik relaties had gehad, zou ik dat zeker niet nu zeggen. Nee, dat is niet handig. Hebben we wel een hele leuke primeur, maar... Nee, dat snap ik. Daar zou ik ook niet over piekeren. Jan nu zegt, nou ja, nou, toevallig, hè, die het eindelijk zegt. Hè. Nee hoor, maar... Of verliefdheden, zeg maar. Om het gewoon helder te houden. Die gebeurt dat wel eens, denk ik. En, maar ja, dat is hier bij de kapper toch ook? Of bij een... Ik denk dat dat overal is op kantoor. Noem maar iets op. Ja, je hebt dat inderdaad overal, denk ik wel. Ja. Maar het lijkt me wel heel moeilijk als je met zo'n... je bent met zo'n intieme groep, als er dan de relaties uitgaan. Maar ook vriendschaprelaties lijkt me dat ook erg ingewikkeld, als dat klaar is. Ja, maar... dat is nou eenmaal zo. Ja, dat is overal zo. Ja. Daar kan je dan wel overheen zetten en dan is dat... Ja, het zal wel moeten. Heb je wel eens gespeeld met iemand die je echt verschrikkelijk vond? Ja. Hoe is dat? Ook rot, maar daar zet je je overheen. En als je er maar wel mee kan spelen. Kijk, ik vind het nog erger, eerlijk gezegd. Ik heb ook wel met iemand gespeeld die ik gewoon echt slecht vond. En dan zat ik naar te kijken en dan dacht ik... Wat zit je nou aan het doen, jongen? En dat vind ik dan nog erger dan dat ik iemand niet mag. Was dat theater of televisie? Ja, theater. Theater. Dat lijkt me heel moeilijk. Lange tijd meegespeeld? Ja, jaren. Nee. Een paar maanden. Nee. Het was, dat gebeurt. Misschien vond diegene mij ook wel niet goed. Alhoewel ik dat mij niet kan voorstellen. Maar nee, dat gebeurt. Ja, dat hoort erbij. En daarom is het ook wel weer fijn dat het na 5 maanden meestal afgelopen is.
Na 5 maanden is dat vaak klaar bij theater. Ja, soms pas, soms al na. Behalve als je in, hoe heet het ding, Van Oranje speelt. Dan ja, ja, jaar in jaar uit mee. Nee, bij de toneelschuur bijvoorbeeld is het, denk ik, 30 voorstellingen. Bij Hummeling Stuurman, waar ik ook wel veel werk, dan heb je er soms wel 80 of zo. Dat is dan wat langer. Ja, ik vind het altijd leuk als iets afgelopen is, omdat je denkt, nou, we gaan weer iets nieuws doen. Dan ben ik altijd weer nieuwsgierig. En dat was natuurlijk heel lang zo. Ja. Tot vorig jaar. Ja. En toen, nou, dat is natuurlijk voor iedereen heel duidelijk. We stopten alles. Ja. Jij bent niet stil gaan zitten. Want ik heb natuurlijk even het een en ander ook opgezocht. En jij bent onder andere volgens mij een monoloog gaan doen. Ja, nou ja, dat heb ik 1 keer gedaan. En toen ging het nog meer lockdown. Want waar ging het monoloog over? Het monoloog, nou, die ga ik nog wel doen waarschijnlijk. Dat is een vrouwelijke droompilote. Een vrouwelijke pilote, die wordt droompilote. Dus die zit in een soort container. En in Amerika bombardeert gebouwen en mensen in Afghanistan, weet ik veel wat. En die gaat de werken, want dan s'avonds rijdt ze weer naar huis. En die gaat de werkelijkheid tussen thuis en die oorlogssituatie door elkaar halen. Dat is heel erg mooi. En dat ga ik wel. En zij is droompiloot van bommen? Of? Ja, een gevechtspiloot. Dus ja. Je zit dan in een vliegtuig, bestuur je maar alsof het een videogame is. Ja. En die, maar die bombardeert wel een stad of gaat wel op zoek naar een Osama Bin Laden en dat soort dingen. Dus dat schijnt heel zwaar werk te zijn en heel moeilijk om weer thuis te komen bij je man en je kind. En hoe leef je je dan daarin? Ik lees het en ik kijk een beetje op internet en die tekst is zo goed dat verhaal wel overkomt, vind ik. Lijkt me heel moeilijk om me in te leven in iemand die dan mogelijk slachtoffers maakt in zo'n situatie. Ja, dat denk ik ook. Maar misschien, ik kan natuurlijk alleen maar mijn best doen om er zo goed mogelijk in te leven. En voor de rest doet de tekst voor een groot deel, die zegt wat er gebeurt. En ik ben geen droompiloot, dus maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. En probeer ik er zo dicht mogelijk bij te komen bij wat dat met een mens doet. En ik zal het nooit helemaal benaderen, maar toch zo dicht mogelijk erbij dan. Maar daarom is een script, wat je net al zei eerder, ja, is dat heel belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. En nou, dan moet je eigenlijk ook daar dus onwijs kritisch op zijn. Ja. Als dat niet goed is, is het eigenlijk wel klaar. Ja. Dus je bent zo goed als je script. Je bent zo goed als het toneelstuk. Dat is, ja. Maar goed, dat ging dus allemaal niet door. Ja, dat ging niet door. Dat was nee, klaar. Maar nee, ik zag wel dat je ging nog kijken om bij mensen in hun tuin en woonkamer. Ja, dat heb ik dus 1 keer gedaan. Dat was 1 keer. Oh, dat was het. Ja. Hoe was dat? Heel gek. Ja, was wel leuk. Ik vond het heel leuk. Maar ik had soms ook een beetje het idee dat ik ging spelen voor een bord nasi, zal ik maar zeggen. Ja. Ik vond dat een beetje. Lijkt me erg ingewikkeld. En het was niet om te lachen. Want ik denk dat beter is als het om te lachen is. Weet je wel, zo mensen met een glaasje en dingen. Dus ik dat je een beetje aan het borrelen bent. Ja. Dat is zo'n soort vibe. Maar als je en inderdaad dat je een zo'n beetje een liedje of stuk, een grapje of ja, zo. Ik denk dat dat beter is. Alhoewel, nou ja. Was het trouwens in de woonkamer of in een tuin? In een woonkamer, maar wel van het ik geloof dat het glazen huis in Wassenaar heet. Dus het was een flinke woonkamer, okay, zal ik maar zeggen. kleine toneelsetting. Ja. Maar goed, ik heb nu wel, ga ik in de Rode Bioscoop, een monologenfestival, vroeg de jongen of ik dat wilde organiseren. Dus ik heb 6 collega's gevraagd of die dat willen doen, van 3 tot met 9 juni. En ja, dan gaan we dus maar weer een beetje proberen te klungelen met voor 10 man of zo. Maar dat gaan dat we dan is natuurlijk wel erg doen. Klein, Rode Bioscoop is in Amsterdam Piep, ook. Ja, ja, ja. Ja, dan moet je met heel weinig mensen. Ja, maar dan doe je wat, want het is toch wel, heb je iets om naartoe te leven, want om eindeloos maandenlang gaan zitten wachten tot het weer alles open gaat. Vind ik wel heftig. Nou, we hadden het voordat we hier gingen zitten al even over. Dat je heel lang denkt, nou ja, andere mensen hebben het slechter. Maar ik ben nu toch wel best wel een beetje beu. Ja, om niet je nou, werk ik denk te dat kunnen dat iedereen doen wel heeft. Maar ik snap heel goed dat dat nu, ja, het is nu behoorlijk pittig. Ja, en weet je wat nog meer zo is? Kijk, normaliter, als je vrij bent, ja, behalve als de zon schijnt is, maar dan kan je naar de bioscoop of je kan naar een museum of je kan, waardoor je even uit je eigen wereld bent. Maar nergens kan je nu, ik vind het leuk om dingen te leren of om ergens, hé, wat is dat nou? Of zo, weet je. En
dat wordt steeds lastiger, want de hele tijd in je eigen huis een boek lezen, ja, dat gaat ook irriteren. Dus soms moet het van buiten afkomen, een soort input, waardoor je je verstand moet gebruiken en is dat überhaupt nog gebeurd afgelopen jaar? Want Flikker Maastricht is wel gewoon, denk ik, dat is even het grote ding, maar dat is een van de dingen die denk ik nog door is gegaan. Ja. Maar wat heb je daar omheen gedaan? Naast die 30 draaidagen. Ja, ja, precies. Ik heb, de regie, dat kostte gelukkig veel tijd. En bij Hummeling Stuurman heb ik een soort, online... hoe noem je dat? Een moordstuk of zoiets dergelijks. Moest je raden wie het gedaan had. Heel leuk idee eigenlijk. En verder sporten. Maar toen ging de sportschool ook dicht. Ik ben toen dan wel naar musea, veel naar de bioscoop. En dacht van, maar ja, op een gegeven moment... Maar je carrière is eigenlijk dan... Stil. Ja, ja, ik spelen sta heel staat erg, stil. Ik sta heel erg op stil. Hoe zorg je dat je dat niet helemaal verliest? Ik probeer... Want ook al ben je natuurlijk al jaren, zit je ja, er... Ik ben ook 56 en dus... Maar we hadden het helemaal in het begin over uitdaging. Dus de uitdaging iets blijven vinden. Ja. Hoe daag je jezelf dan uit? Ik ga proberen of ik misschien wat meer tijd in dat regisseren kan steken. En wat dan, omdat ik dat gewoon heel leuk vind. En dus dat probeer ik nu een beetje, ben ik een beetje aan het onderzoeken. Hoe doe je dat? Nou, dan schrijf ik een mail naar een productiebedrijf. En mag ik met u koffie komen drinken, omdat ik graag nog meer wil regisseren. Dat heb ik dus gedaan. Dat is eigenlijk fantastisch om dat nu op deze leeftijd nog op die manier in te gaan, toch? Ik weet niet of ze erop ingaan, maar ze gaan wel een gesprek. Ze doen het wel. Ja. Nee, maar dat is toch fantastisch dat je op die, dat je nog je... Ik vind dat wel uitzonderlijk dat je jezelf dus op die manier blijft uitdagen. En dat je eigenlijk weer vanaf helemaal niks begint en gewoon gaat mailen en... Ja. We zien het wel. Ja, als je het zo zegt, vind ik het ook al stoer. Ja. Ja, dat vind ik wel. Dat is best... heel veel mensen gaan... met zo'n carrière ook misschien wel denken, ik zie het wel. En, dat vind ik dus het erg. Dat elke keer in mijn leven, als ik het gevoel heb dat het stopt, net als met die ene rol die ik niet kreeg, dan word ik zo ongelukkig. Als ik niks meer bij kan leren, als ik niets meer meemaak wat me verrast. Of als ik denk, dan kachelen we nog wel even door tot mijn 67ste. Dan vind ik echt niet leuk. Wil je stoppen op 67? Ik moet eerst maar zien te halen. Laten we er even van uitgaan dat dat wel lukt. Ja, ik denk nooit zo vooruit. Ik denk wel dat je dan nog meer de dingen moet doen die je leuk vindt. Want het is, laten we wel wezen, in deze coronatijd, er is ook wel iets van... ik vond het ook soms heel fijn om met mijn man 5 avonden per week ineens thuis te eten en gezellig. Weet je wel? Een normaal leven even tussen haakjes te hebben. Mijn man vond het echt super gezellig ook. Ik bedoel, het is nogal wat hoor, 5 dagen per week weg. En hij in zijn eentje zit te eten en ik kom dan om 1 uur thuis of zo. En als ik wakker word, is hij net al naar zijn werk. Dus dat is heel ontwrichtend, is het hele werk. Dus dat was voor een tijd lang echt super gezellig. Maar nu zou ik het wel leuk vinden om weer... Oh ja, ik ga met verstandelijk gehandicapten ook nog in 1 acteur helpen. Dus dat zijn wel dingen waarvan ik anders... Dat was anders nooit op mijn pad. Theater? Daar verheug ik me ontzettend op. Gaan we dat ook zien ergens? Weet ik niet. Nee, ik had laatst een Zoom-gesprek met die zitten dan met z'n allen in die ruimte. En gaan zich voorstellen en zo. Ja, dat is heel ontroerend. Dus... Er komt misschien ook wel iets bij wat ik niet verwacht had. Wat wil je echt nog doen? Wat is het ding waarvan je denkt, dit is nog een droom die ik heb op carrièregebied? In het acteren, in het theater? Wel die slag naar regisseren willen maken, maar ook voor toneel. Ook voor toneel? Ja. Dus nu spreken we af dat we ooit een keer een toneelstuk gaan zien. Ja. Geregisseerd door jou. Ja, door Oras Gelbos. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het een heel mooi gesprek. Dank u. Ik ook. Zo, hartstikke leuk. Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Ja. Ik ben helemaal...
Ja, heel mooi. Echt goed. Leuk, fijn. Ja. Hoe was het? Ja? Ja, het is leuk. Het is toch wel leuk. Het kan ook leuk zijn, het werk. Ja, nee, ja. Zeker. Ik vind dat echt heel mooi.